hele weekend is het bal. Nu ook met die vuurwerk. Vorige week ook vuurwerk. Nou, je ramen die staan in je posten te trillen. Nou, en je belt de politie en ze rijden langs en het is doei. 6 jaar geleden ging mevrouw Mastenbroek hier wonen. Ze was zo blij toen ze dit huis kreeg toegewezen. Dat is nu wel anders. In welk huis ze precies woont laten we niet zien. En veel van haar buren durven niet met ons te praten, want ze voelen zich niet veilig in de wijk. Al jarenlang is het ieder weekend raak. En dan is het weer even stil en dan hoppa, dan begint het weer. Het heeft tot 4:15 geduurd vorige week. Toen was het pas stil. Nou, de volgende dag, je loopt als een zombie, loop je rond. Je gezondheid gaat achteruit. Alles dat speelt gewoon mee. Je wordt echt gewoon moe. Dan denk je, je krijgt al een schrik als het al vrijdag is. Dan denk je van, oh jongens, het weekend komt er weer aan. Het is niet normaal. De huurdersorganisatie Nijkerk hoorde van de overlast. Is weer gaan inventariseren en ging voor de zomer met de gemeente om tafel. En nu concluderen ze dat die veel te weinig doet. Het eerste wat hier gerealiseerd moet worden is gewoon veiligheid. Dat is een verantwoordelijkheid van de burgemeester. En wij vinden dat de burgemeester daar niet doortastend in optreedt. De gemeente Nijkerk laat weten dat de overlast bij Paasbos wel degelijk hoog op hun prioriteitenlijst staat. Maar dat ze graag structurele oplossingen wil en dat die tijd kosten. Ze gaat de huurders dan ook uitnodigen om nogmaals met ze in gesprek te gaan.